Het is mijn vaste overtuiging dat de kerk van ons bisdom en ook onze parochies alleen maar toekomst hebben als katholieken hun verantwoordelijkheid nemen. De verantwoordelijkheid van hun doopsel. En dat bedoel ik niet hoogdravend, dat gaat feitelijk denk ik maar om drie zaken. Er zijn in de vieringen, als het kan, vrijwilliger zijn en zorgen dat de geloofsgemeenschappen financieel gezond blijven. Als dat gebeurt, dan kunnen we zeggen dat onze parochies in het bisdom van Zetten-Rombos toekomst hebben. Maar we hebben natuurlijk ook leiders nodig. Priesters, diakens, pastorwerkers en steeds meer ook catechisten die mensen enthousiast maken, die mensen stimuleren, die mensen meenemen naar de toekomst. En juist in onze dagen is dat belangrijk. We zetten in op een missionaire kerk. Een kerk die open is naar buiten toe, die gastvrijheid uitstraalt. En in ons bisdom willen we dat vooral ook toespitsen op gezins- en familiepastoraat. Jonge gezinnen bereiken waar kinderen worden opgevoed in de hoop dat wij hen een band kunnen aanbieden met onze parochies. Ik hoop dat velen in ons bisdom willen nadenken of dat zij geroepen zijn tot een taak die ik net noemde. Priester, diaken, pastoraalwerker, catechist. Gelukkig hebben wij hier in ons bisdom een prachtig opleidingscentrum. Het Sint-Janscentrum. En u ziet dat het gerenoveerd wordt. Een opleidingscentrum allereerst voor de priesters, maar ook voor de diakens en steeds meer ook voor de catechisten. Mag ik u vragen om na te denken of dat u geroepen bent voor een van deze taken om zo u dienstbaar te maken aan de kerk van 's-Hertogenbosch.